de winnares van de Voice Kids 2017, Iris! We zitten bij de Voice Kids 2017 winnaar Iris Verhoek op de bank. Hoe is het met je? Ja, nee, het gaat heel erg goed. Ja, ik ben wel een beetje moe van gisteren natuurlijk, maar ik ben vooral nog steeds lekker vrolijk en ja, het gaat gewoon heel goed. Had je het verwacht? Nee. Echt niet? Nee, ik had het niet verwacht. Ik had het echt niet verwacht. Weet je, iedereen was zo goed en uiteindelijk gun je het elkaar zo erg dat, ik had het niet meer verwacht. De ouders zitten hier ook op de bank en stoel. Hoe was het voor jullie? Hadden jullie het verwacht? Wat verwacht je? Je wil het ook niet verwachten. Omdat je veel te bang bent dat je... Dat mensen moeten teleurstellen. Ja. Maar met name je eigen gezin moet teleurstellen. Want hoe hoog jij als ouder die lat legt, hoe hoog leg je het ook op je gezin. Ja. En wij hebben eigenlijk altijd geleerd, leg gewoon geen lat. Nee. Want wij kunnen er van alles over denken en vinden. Maar het is het kind die het moet doen. Yes. Uiteindelijk is meedoen belangrijker dan winnen. Ja, absoluut. Maar het is wel fijn als je wint, toch? Ja, nou ja, ik vind het vooral ook heel belangrijk om er gewoon van te genieten, zeg maar. En zodra, dat had ik wel. Ik was best wel soms ook gestrest van een beetje van de zenuwen en zo tijdens het oefenen. En ik ben ook echt naar Ali gegaan van ja, weet je, hoe kan ik dat denken waar ik dan zo last van heb stopzetten, zeg maar. Gewoon echt die rust vinden om er gewoon van te kunnen genieten, zeg maar. En toen me dat gisteren lukte, nou toen was ik was zo blij. Ik kwam bijna gillend het podium af, gewoon naar al die begeleiders toe. Van, oh, het ging gewoon goed, weet je wel. En ja, dat is gewoon het fijnst. Dit is nu afgerond. Hoe ziet de toekomst eruit? Zien we je binnenkort ergens? Hoe gaat het verder vanaf hier? Nou, ik ga zeker gewoon door met zingen natuurlijk. Dat is heel logisch. Ik ga nu gewoon kijken van oké, wat wil ik nou met muziek gaan doen? Wil ik misschien mijn eigen liedjes gaan schrijven? Of wil ik misschien richting het lesgeven of zo, weet je wel? Kijken welke opleiding ik met muziek wil doen. Een beetje dat, zeg maar. Ondersteunt de Voice daar ook nog bij? Of is dat nu afgerond? Nee, de Voice, daar kan ik altijd op terugvallen met vragen en met dingen. En... Ik kan altijd bij de Voice terecht. Dus dat is ook wel heel fijn. Dat als er iets is, dat je daar dan gewoon op kan terugvallen bij de Voice. En dat dan kan vragen. Ja. En heb je daadwerkelijk het telefoonnummer van Ali gekregen? Ik heb hem nog niet, maar ik hoop dat ik hem nog ga krijgen. Waarvan akte? Hey Iris, ga genieten van je overwinning. We willen de bokaal straks nog even zien. En we hopen gewoon nog heel erg veel van je te gaan horen. Nou, ik hoop het ook. Dankjewel. Alsjeblieft.